deze autovisievlog. Mijn naam is Jacob Bijlsma en ik ga op avontuur met Jeroen Wassenaar. Wat we gaan doen zeg ik nog niet. Eerst gaan we een huurautootje halen. Maar speciaal wordt het zeker, dus blijf kijken. Zo, bagage in het huurautootje. En op naar de start van ons echt avontuur. Wat voor avontuur dan? 500 pk monster. We staan in Italië, dus dat zou kunnen. Maar de werkelijkheid is het absoluut tegenovergestelde. We gaan op pad met dit. Ja, dit is hem dan. En niets anders. Geen Ferrari, maar een Citroën Mehari. Uit 1981. Hier gekocht in Arezzo. En we gaan van Arezzo, Italië dus, naar Amsterdam. Ja, de allereerste meters. Gelijk op de snelweg in een Mehari die niet meer dan 80 verdraagt op de lange duur. Dus ja, verre van ideaal, maar wij wilden het grote avontuur. Dus ik sukkel nu naar de luchthaven van Pisa. En daar dumpen we onze huurauto. En dan zijn we echt afhankelijk van deze twee cilinder. Uitgerekend nu zijn de ruitenwissers ermee gestopt. Dat is niet echt fijn zoals je ziet. Maar gelukkig rijden we één kant op, geen tegenliggers. Ja, eerste deel van de missie volbracht. We zijn met de Mehari en die 27 pk dus. Over een deel over de snelweg moet ik bekennen, naar Menton gereden. Daar begint de Route Nationale 7. En dat werd vroeger ook wel de Route Bleu genoemd. Dat was eigenlijk de weg om naar de Mediterranee te rijden vanuit het noorden van Frankrijk. Bij Parijs start hij zo'n beetje. Oude toeristische route dus. Die gaan we nu omgekeerd rijden. En die loopt dus van Menton naar Parijs. We staan hier op het strand in Menton. Dat is het beginpunt. De eerste paar honderd kilometer, we hebben toch al zo'n 300 kilometer en gisteravond al zo'n 200 kilometer gereden. Dus hij heeft er al 500 kilometer op zitten. Hij loopt als een zonnetje en 80, 90 en soms 100 heuvel af. Dus erg leuk om te doen en tikje Spartaans natuurlijk, maar daar zullen we zo meer over vertellen. Ja, dit is die Route Bleu. Die bomen die staan er nog als stille getuigen, prachtig. Maar voor de rest vooral heel veel verlaten, vervallen. Oude tankstations zoals deze. Daar waar het ooit druk was en een enorme toeristenstroom naar het zuiden trok. Het Mehari'tje doet het top. Ja, hier was het een beetje om te doen natuurlijk. Mehari rijden doe je open, maar goed, het is december en geen juni of juli of augustus, maar lekker is het wel. Je zit als een soort helikopter, kijk zo over die hele kleine deurtjes uit en je ziet het, we hebben een hardop deeltje daarboven. Zelfs een achterbankje, dit is een vierzitter. Eend terecht als kunstwerk wat mij betreft. Ja. Dit heeft ons Mehari'tje nog nooit gezien. Dan komt dat midden Italië. Ja, na regen komt zonneschijn. Nou, je ziet het. Nu hebben we zonneschijn en sneeuw gehad. Dus alle jaargetijden in één. Lekker deel hier. We zitten nu ongeveer bij Saint-Étienne. En we moeten nu nog zeg maar 450 kilometer naar Parijs. En daar stopt dan die Route Bleu, die oude toeristische route die we rijden. Dit is een deel dat heet het D1082. En ook hier zie je nog steeds van die restanten, oude gebouwen. Alles duidt erop dat hier vroeger een enorme toeristenstroom langskwam. Ja, de Mehari heeft aardig moeten klimmen de laatste, ik denk 10 kilometer. Ik denk dat we ongeveer op 1000 meter hoogte zitten nu. Maar dat doet hij goed.
terug naar 3 en dan kun je mooi 70, 80 vasthouden. Ja, na een rit van dik 1500 kilometer uit Italië verdient hij wel een rondje om de Arc de Triomphe. Ik vind het een behoorlijke uitdaging, want als de motor warm is, dan dreigt hij af te slaan. Dus in dit fileverkeer best een handigheidje. Hij heeft het geweldig gedaan. Ja, dit zijn nou de onvermijdelijke stukken snelweg. Dat wil je echt niet in zo'n Mehari. Ik hoop dat jullie me verstaan. Ja, dat afzien op die snelweg, dat doe je natuurlijk jezelf aan. Je ontdekt ook dingen die optreden omdat je die auto gebruikt zoals die niet bedoeld is. Je zit in een soort kikker zitten in die auto, want je hebt eigenlijk te weinig bijenruimte. En je raadt het al, op de lange duur is dat heel vervelend. Kortom, het was kiezen. Spierpijn en niet meer doorbloede benen of een alternatieve cruise control. Ja, en hij zat er gelukkig een soort van stuurslot bij en dat past prima door het gaspedaal. En op de lange run is het een prima cruise control. Ja, home sweet home. Hier staan we dan in Breda. Bijna 2500 kilometer in de Mehari. Wat vond je ervan? Ik vond het een fantastische reis. Ja. Wel lang, een beetje pijn van de kont, maar pijn in je kont, wel echt super gaaf, top uit. Ja, na 2200 kilometer in de Mehari, absoluut het meest minimalistische autootje wat je kunt kopen, inmiddels tweedehands, als klassieker zelfs, maar wel een autootje wat alles doet. Hij heeft genoeg aan het hele kleine tweecilindertje, omdat hij maar 500 kilo weegt. Dus hij doet alles wat je van een auto zou willen verwachten. Alles wat je in een auto, wat een auto je kan bieden. Vrijheid, je mobiel maken. Je rijdt er 90 mee zo lang je wilt. Maar hij is vooral bedoeld voor die lokale ritjes. En daarin excelleert hij zelfs. Dan kom je prima mee met het verkeer, et cetera. En is natuurlijk vooral heel erg leuk om te rijden. Ja, en helemaal mooi is dat de opvolger zich juist nu aandient. De nieuwe Mehari. Recent bekendgemaakt. Samenwerking met een andere fabrikant, eigenlijk zoals deze ook ooit ontstaan is. En nu voorzien van een elektromotor. En dat is eigenlijk helemaal geen gekke gedachte, want juist bij een Mehari zou een elektromotor wel op zijn plaats kunnen zijn. Passen zelfs. Zo'n Mehari is bedoeld voor de korte afstand, is extreem licht. Ik ben zeer benieuwd of die nieuwe ook zo licht is en ook zo basic. Want dat basic zijn, dat simpele, dat hele doelmatige design, dat is geweldig aan deze auto.